Welkom bij Delfshaven TV. Lezen de mensen nog wel met al dat internet? We vragen het op straat. Gotta keep reading. 'Cause this book's gonna be a good book. 'Cause this book's leest u wel eens? Jazeker. Wat leest u? De krant en boeken. Wat leest u meer, kranten of boeken? Meer kranten. Houdt u van lezen? Jawel. Wat leest u zo? Verschillend. Vooral boeken, een beetje op het psychologische vak, spirituele vlak. Dat soort boeken. Ik lees heel veel. Wat leest u? Ik lees over mijzelf, over mijn eigen cultuur en ook Nederlands. En wat leest u over uw eigen cultuur? Over de geschiedenis van India. De boeken die zijn geschreven door rishis en die lees ik heel veel. Wat leest u? Ja, Portugees. Portugees, maar lees je de krant of boeken? Ja, boeken en krant ook. Ja, Nederland ook een beetje, maar niet zoveel. Ja, dan de Bijbel is in het Portugees, daarom is het boek is meer dan de krant. En een krant? Volkskrant en NRC. Elke dag? Elke dag. Happenloos, elke week als ik thuis krijg, lees ik wel. En wat is uw lievelingsboek? Lievelingsboek? Oh jeetje, 100 jaar eenzaamheid van Marques. Okay. Nou, ik heb geen lievelingsboek. Ik heb mijn lievelingsprogramma's. Een lievelingsboek? Eén van. Ja. Ik vind sowieso boeken van Michael Newton. Dat vind ik erg interessant. Dat is een hypnotherapeut uit Amerika. Die vind ik erg interessant. En boeken van Neil Donald Walsh. De Vedas, de Vedische filosofie. Wat we hebben, 4 geschriften, die lees ik heel veel. En denkt u dat door internet het lezen minder is geworden of meer of gelijk is geworden? Meer geworden. Ja? Het is heel veel geworden. En via internet halen zij die geschiedenis van India. En met die geschiedenis zitten die jongeren op school te vertellen, ook in de kerk te vertellen. Want zij lezen niet heel veel, maar via internet halen zij alles eruit. Het is makkelijker geworden. Het is makkelijk geworden. Meer zin. Meer zin om te lezen? Ja, met zin is interessant. Soms als je een boek lezen, soms stopt. Ah, en morgen lezen. Maar het internet heeft altijd een beetje meer zin te lezen. Ik denk dat uiteindelijk dat er wel nog steeds veel gelezen wordt, alleen op een andere manier. Dus mensen lezen nog steeds het nieuws, alleen het gaat nu dus via digitale manier. Ik denk ook dat er een verandering gaande is. Mensen gaan e-boeken lezen, dus alles vanaf internet. Dus ik denk dat dat een beetje de toekomst wordt. Dus mensen lezen nog wel, alleen het gaat op een andere manier. Wat lezen kinderen? We vragen het aan de kinderen bij de overblijf. Van wat voor soort boeken hou je als je leest? Van spannende boeken, niet van de boeken waar niks in gebeurt. Kan je een titel noemen, bijvoorbeeld, wat je een spannend boek vond? Mijn moeder heeft 3 boeken voorgelezen, maar ze horen wel bij elkaar. Ze zijn van Thea Beckman. De eerste is best lang geleden, die heette Geef me de ruimte. En waar gaat het zo'n beetje over? Nou, het gaat over een meisje. En die woont in Brussel. Maar ze vlucht weg naar Frankrijk. Omdat ze wordt uitgehuwelijkd naar een heel gemeen jongen. Die zij eigenlijk zeg maar haat. En dan word je daaraan uitgehuwelijkt. Meneer, houdt u van lezen? Nee. Houdt u van plaatjes kijken? Geen idee. Of kijkt u liever naar films? Ja. Heeft u een favoriete film? Ja. Welke dan? The Incredibles. Welke? The Incredibles. Incredibles. U spreekt vloeiend Engels, hoor ik. Ja. Leest u wel eens boeken? Ja. Wat voor boeken dan? Prinsessenboeken. Prinsessenboeken? Waarom leest u die graag? Omdat ze mooi zijn en ze zijn ook goud.
Ook goud is wel mooi. Wilt u zelf ook een prinses zijn? Ja, ik wil een zeemeermin zijn. Maar lees jij ook graag een boek? Want dat was de vraag eigenlijk. Kijk je wel eens in een boek? Nee. Boeken zijn wel leuk hoor. Ik kijk soms in boeken. Of kijk je liever naar films? Ja. Heb jij een favoriet boek? Nee, want ik kijk alleen naar actie. En naar Cartoon Network. Wat leest u graag? Soms wil mijn broer Sinterklaasboek lezen dat ik dat voor hem doe. Dus dan doe ik ook Sinterklaasboek voor hem lezen. En ik lees Spider-Man. Ik lees Spider-Man boeken soms ook als ik die heb. En ik lees politieboeken als ik die heb. Jawel, maar spannende boeken hou je van. Ja. Heb jij boeken die jij graag leest? Ja. Zoals? Geronimo Stilton, Thea Sisters, Kippenvel en nog meer. Wat voor soort boeken zijn dat? Spannende en ook mysterie. Ik weet niet hoe je dat zegt, maar iets mysteries. Zo een beetje dat ze allemaal opdrachtjes moeten gaan oplossen. En als je een boek voor je verjaardag zou mogen kiezen, wat voor boek zou dat zijn? Dat heb ik al een keer gedaan en dat was Thea Sisters en Geronimo Stilton. Fantasia dus. Waarom hou je daar zo van? Gewoon, ze hebben leuke geurplaatjes en ook leuke plaatjes. En het is gewoon een leuk verhaal met allemaal opdrachten die je zelf wel kan uitvoeren. We maken kennis met Café de Library aan het Maartenesseplein. Wow, look at all these books. Where am I? This is the library, come and have a seat. Mensen hier gewoon koffie drinken of alcoholhoudende dranken drinken en kunnen wel boek lezen of kranten lezen. Hier is voor mensen echt een rustige plek om goed te lezen of werken. Hoe lang bestaat jullie al hier? We zijn bijna meer dan 1 jaar, 14 maanden aanwezig. Het naam toen we hier overgenomen bestaat wel. En eigenaar van de pand wil dat naam niet veranderen. En wij wilden ook niet. Toen we hebben deze inrichting gezien, we zijn een beetje verliefd op deze inrichting. Dus wij willen ook hetzelfde naam gebruiken. En daarom blijft hetzelfde naam. Wat voor soort mensen komt hier? Allerlei soorten eigenlijk. Hier is deze buurt is een beetje een mix. Er zijn Nederlandse mensen, Kaveriaanse, Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en onze klanten ook hetzelfde eigenlijk. Mag je roken? We hebben een rookruimte, dus mensen mogen wel in rookruimte roken. Meestal avonduren komen veel mensen, verschillende soorten mensen komen wel en organiseren soms weer feesten, livebanden ook. En we hadden plannen voor open podium en zulke dingen, dus ja, voor veel mensen komt het wel aantrekkelijk hier om te komen. Mensen kunnen wel hier met hun instrument, we hebben wel een muzieksysteem. Dus met hun instrument kunnen wel zingen of mensen als we hebben een talent kunnen wel hier laten zien. Bijvoorbeeld kunnen wel gedichten lezen. En andere soort ook dingen, stand-up of zulke dingen kunnen wel laten zien hier. In de crisistijd, is het, merkt jullie dat? Heel erg eigenlijk. Crisis is, het crisistijd is niet nieuw voor ons, bijna 3-4 jaar is. Maar het wordt nog steeds erger voor ons. Want vooral in januari
We merken erg. Wil jullie vertellen leuke verhalen over deze café of zo? Ja, het is, ik heb wel meegemaakt een paar keer. We hadden hier als van buitenkant gezien, er zijn veel deuren. Dus mensen, 5 deuren hier. En we gebruiken alleen 2 deuren. En mensen komen, zien veel deuren en proberen elke deur om te komen, dus binnenkomen. Dat wordt een beetje moeilijk. En de inrichting is lijkt een beetje naar de bibliotheek. En mensen die willen naar café komen, eerst kijken naar binnen. En toen kijken, toen zien we dat veel boeken, ze denken dat de verkeerde plek gekomen en teruggaan. Dus moet ik achter hen lopen en roepen. Gewoon daar, hier is een café. Maar cafébibliotheek. Bij Stroop op de Matenesseweg kun je boeken lenen, lezen en halen. En dat allemaal gratis. Ik ben Patrick Boel, ik woon op de Matenesserdijk, maar ik ben ook zelf ondernemer hier in Delfshaven. En hou me erg veel bezig met wijkondernemingen opzetten, zeg maar de wijkeconomie stimuleren, maar dan van onderaf. En daar past op zich natuurlijk zo'n initiatief als dit ook weer heel goed in. Maar hoe kwam je op deze winkel? Nou, ik volg deze plek al heel lang, omdat het staat al jaren leeg en ineens zat er Stroop. En het is een type onderneming wat ik dus erg belangrijk vind, ook leuk vind, hè, dat sociaal ondernemerschap. En we hadden eigenlijk als groep van het broodje CUD dat het ons leuk leek om daar eigenlijk een beetje dat als thema te nemen. Dus dan vragen we ook Mark Heijnen, die hier bezig is met een wijkonderneming in het Matenesse-kwartier. En dan vragen we Marie Specht, die is dan een Leeszaal West. Die weet natuurlijk in algemenere zin wat meer daarover. Nou, dan hebben we gewoon een paar mensen leuk om het gesprek zeg maar een beetje op te rakelen. De leeszaal die hebben hier broeken neergelegd, een hele verzameling. En die mogen mensen komen halen, lenen, ze mogen ze terugbrengen, mogen een ander boek terugbrengen. Ze mogen zelf bepalen wanneer ze hem terugbrengen. Ze hoeven hem niet eens terug te brengen. En zo is het een doorlopende collectie van boeken. Hier bij ons in de winkel, maar ook in de leeszaal aan West, bij de Binnenweg. Je neemt dan een boek en dan is het toch altijd weer verrassend. En omdat je natuurlijk, daarna zet je het weer terug. En dan kan iemand anders er weer mee lezen. Doe je dat regelmatig? Gewoon in van die leeszalen gaan en dat zeg maar waar dit systeem heerst? Nou, het begint hier nu langzaam in opkomst te komen, maar ik ken het uit Duitsland. En ik was in Hamburg bij mijn zwager. En daar hebben ze dus gewoon in alle bussen hebben ze gewoon een leesplankje achter de chauffeur. Maar ook in alle bushokjes, gewoon op straat, in zo'n ruige buurt, liggen gewoon altijd boeken. En die wisselen de hele dag door, want dan kom je een uurtje later, liggen er weer andere boeken. En daar graai ik altijd veel mee en dan lees ik het. En daarna leg je het gewoon weer terug en, na een paar dagen. En dat is, ik vind dat zo'n goed systeem eigenlijk. En laatst had ik ook heel veel boeken van mijn moeder. En waarvan ik dacht, ook met Frans en zo, nou zelf lees ik niet zo Frans. Maar het aardige was dat, die heb ik gewoon bij Andijvie. Die hebben ook zo'n soort mini boekenkastje daar bij dat metrostation. En zet het erin en het is allemaal weggegaan. Nou, ik vind dat zo fantastisch. Nou, dan zie ik ze hier staan. Dus ik denk, ook leuk. En ik ken ook wel een aantal natuurlijk die je al gelezen hebt. Maar ik denk, ik pak er gewoon maar eens één. Nou, te vergeet me niet, Sonate. Ik heb geen idee wat het is. Maar ik ga er vanavond maar eens even lezen. Toch, het is een roman, dat lijkt het op. Nou ja, waarom zou je dat niet ook af en toe eens lezen? Dus, dus dat vind ik gewoon het leuke van dit soort dingen. Dat boeken moeten stromen. Dat is, als het in de kast staat, staan het te verstoffen. En dat is zonde. En op die manier, je geeft het weg. En wat je geeft, krijg je altijd weer terug. Bedankt voor het kijken naar Delfshaven TV. En volg ons ook op YouTube en Facebook.